Ja, vrienden, de vaste volgers die weten het wel. Ja, ik heb een ongelofelijke hekel, en met jullie eigenlijk, aan deugers. De mensen die zo verschrikkelijk deugen. En die deugers die zitten vaak ook bij Op 1 en ook bij de presentatoren vooral. Daar zitten heel veel deugers, mensen die het allemaal weten hoe het zit in het leven, die altijd maar hun mond vol hebben over solidariteit en over we moeten er voor elkaar zijn en oh jee, we moeten het voor elkaar opnemen. Oh, daar zijn ze altijd helemaal vol van. Nou, en wat hebben we nu gezien dan bij het deugende Op 1? Vrienden, ja. Ha, jullie hebben hem natuurlijk ook gezien. Die mevrouw die daar zat dan, hè, die kwam daar vertellen over gebedsgenezing, weet ik van wie. En die was gevallen. Ja, dat kan in zo'n studio. Ik ben daar vaak genoeg geweest. Ik bedoel, daar staan zijn allemaal donkere plekken. En daar lazen kan je zomaar over een ding wat uitsteekt of een kabeltje kan je zomaar, boep, ga je volkomen gestrekt naar voren. Nou, dat was die mevrouw gebeurd. En wat zien we dan gebeuren, vrienden? Ene, daar zit, die mevrouw die ligt daar bloedend op de grond en die is behoorlijk hard gevallen en de uitzending begint weer en dan zit daar zo'n huisvrouwtje in die presentatie, ene Margie of zo, Argie, Margie, Fixe heet ze, ik heb er nog nooit van gehoord, ik ken die mevrouw niet, die is zo'n spruitjes, miep. En wat gebeurt er? Die gaat daar live verslag zitten geven, terwijl die Charles Groenhuizen, ook zo eentje van de afdeling Deugen, die ging keurig in zijn papiertjes zitten gluren en die keek even weg en die bemoeide zich nergens mee, die was even druk met zijn papieren. En die Margie, Argie, weet ik veel hoe ze heet, die ging even live verslag doen hoe het ging met die mevrouw. En die mevrouw die was goed hard neergekomen, vrienden, ja, ja. En dan zie je hoe het zit met de deugers. En daarom heb ik zo'n hekel aan ze. Want het is altijd dit met deugers, dit. Altijd kwek, kwek, kwek. Mondje vol van, oh, we zijn er zo voor elkaar. We zijn zo solidair. Nou, hey, dus, maar daden, homaar. Dus niemand stak daar een vinger uit. Niemand ging naar die vrouw toe. Niemand ging even kijken hoe het gebeurt daar allemaal. En laat de uitzending even de uitzending. Nee, ben je gek. Nee hoor, dat doen de deugers niet. Nee, dat is alleen maar dit, vrienden. Heel veel gelul en heel weinig daden. Ja, en daarom heb ik zo'n hekel aan ze. Wat denk erom, als jij in het water ligt en je gaat ten onder en je zit daar in verdrinkingsnood. Ja, en er staat mensen van Op 1, die staan daar bij het water. Die gaan daar live verslag van doen, vrienden. Ja, en die zeggen, oh kijk, het kopje gaat onder. Ja, het hoofdje gaat nu onder water. Ja, en ik zie nog wat spartelende armen. En oh jee, het lijkt erop dat die gaat verdrinken, vrienden. Ja, ik geef het maar even door. Ja, en dat is het. Dat is het met die deugers. Ja, ze deugen niet.